Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb lekker een rustig ochtendje gehad. Ik heb even uitgeslapen, want ik sliep vannacht echt pas om 3 uur. Er waren muggen in mijn kamer, ik kon gewoon niet slapen. Ik was mijn serie aan het afkijken en ik kon gewoon niet stoppen. Ik kon gewoon niet slapen. Toen had ik maar besloten om even een beetje uit te slapen, dus ik werd om 10 uur wakker. Ik ga zo meteen naar de sportschool, want vorige week ben ik de hele week natuurlijk niet geweest door die extreme warmte. Dus vandaag ga ik weer even. Ik ga vanavond ook sporten, dus ik ga vandaag 2 keer op een dag sporten. Nu al proud of myself, maar oké. Dit is eventjes voor nu de laatste weekvlog. Natuurlijk niet voor altijd, maar volgende week ga ik op kamp. En daar ga ik natuurlijk gewoon een aparte video voor maken. Maar betekent dat er, ja, dan moet ik heel even denken hoor. Ja, dat er 1 of 2 weken even geen vlog online komt. Want school begint ook gelijk daarna. Dus ik moet even allemaal gaan uitzoeken hoe ik dat allemaal ga doen. Dus het kan zijn dat jullie heel even een tijdje geen weekvlog zien. Maar wees alsjeblieft niet bang, want ik kom gewoon terug. Alleen ik moet dan wel even gaan uitzoeken hoe ik het ga doen en of het allemaal lukt. En ja, het is gewoon eventjes dan een beetje uitzoeken. Maar goed, nu gewoon nog even lekker een weekvlogje. Ik ga nu naar de sportschool, dus peace out. Wat een zwaar leven heb jij, mam. Vandaag heb ik 2 keer gesport. Ik heb eerst in de ochtend ben ik naar de sportschool geweest. Dat hebben jullie gezien dat ik daarheen ging. En vanavond heb ik ook nog een lesje bodyshape gedaan. Dus ik ben echt goed bezig geweest vandaag. Ik heb verder alleen niet zoveel gefilmd. Maar ik moet zeggen, ik heb ook echt heel lui gedaan vandaag. Wel 2 keer gesport, maar verder heb ik dus niks gedaan vandaag. Ik ga nu lekker slapen, dus. Hallo, het is vandaag dinsdag. En ik ga zo meteen heel even naar Amsterdam. Het is nu 2:55. Ik heb vanochtend een video gefilmd, video geëdit. Nog wat foto's gemaakt. Wat dingetjes van mijn lijstje af kunnen halen. Maar ik wil echt wel de hele week naar Amsterdam. Omdat ik even naar de Sostrane Grenne wil. Want daar hebben ze van die kledinghangers. Heel goedkoop, van die hele dunne. En die wil ik heel graag hebben. Maar ja, die winkel is helaas alleen maar in Amsterdam. Dus ik ga nu letterlijk daarvoor nu naar Amsterdam. Ik vind het ook wel even lekker om even naar buiten te gaan. Misschien ook nog even bij de Primark gaan kijken. En dat is het eigenlijk wel. Ik ben nu in de Primark en ik heb sowieso maar 1 dingetje. Want ja, deze wilde ik al hebben, maar ik wil hem wel even passen. Want ja, I don't know. Dit is trouwens mijn outfit van vandaag. Dit pakje is van Come Get Fashion. En deze schoenen zijn ook van Come Get Fashion. Super blij mee. Maar ik ga eventjes dat hemdje passen. Ik heb ook nog wel wat andere dingetjes, maar dat zijn... ik heb een tas en heel veel kleding anders. Maar dat zal ik thuis nog wel eventjes laten zien. Dus ja. Oké, dit is hem. Ik heb even mijn pakje gek opgestroopt. Maar ik ga hem sowieso nemen. Hij is 4 euro, dus hij is ook heel goedkoop. Maar hij is gewoon heel erg leuk. Ik heb hem al bij meerdere mensen gezien. En ja, I really like it. Nou, even een shoploggie van de Primark. Ik heb niet heel veel gekocht, maar waarvoor ik kwam heb ik wel gekocht. Ik heb namelijk 4 van deze setjes gekocht. En het zijn dus 10 metal hangers voor €3,50. Deze wilde ik graag hebben omdat ik heb nu best wel dikke hangers. Maar ik wil dus eigenlijk dunne, want dan kan je veel meer ophangen natuurlijk. Scheelt ruimte. In eerste instantie wilde ik hangers van de Sostrane Grenne. Dat zijn van die, ja, een beetje net als dit, maar dan zonder dat zwart. En het is echt alleen maar metaal, zeg maar. En echt heel, heel dun. Maar die waren 1 euro per stuk. En ik vond dat eigenlijk echt nog wel best wel duur. En toen zag ik deze. €3,50 voor 10. En dat vond ik een beetje een deal. Ik heb er in totaal 40 gekocht. Ik heb dit superleuke topje gekocht. Had ik al een tijdje op het oog. Nu heb ik hem gekocht. 4 euro. En dan als laatste heb ik dit mega leuke tasje gekocht. I'm so happy. Ik was sowieso op zoek naar een nieuw tasje. Want ik heb eigenlijk alleen maar zwart. En ik vind het gewoon een beetje saai. En toen zag ik deze. En toen dacht ik, ja, jij gaat met mij mee. Helemaal vergeten, maar ik heb ook nog deze oorbellen gekocht. Ik vond ze echt heel erg mooi. Dus ja, very happy. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik ga zo meteen naar Tilburg rijden. Wel met mama ernaast hoor. Mama komt er zo aan. Helemaal alleen kan ik dat echt nog niet aan. Maar zoals je ziet staan er al wat verhuisdozen achterin. Want ik ga vandaag mijn sleutel ophalen. En ja, ik kan jullie dus straks mijn kamer laten zien. En waar ik ga wonen. Soraya is er ook. Dus
I'm excited. I'm very excited. Ik ga naar Tilburg rijden. Dat is echt super ver. Dus ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Maar het komt goed. Hey, mam. Hi. Was je even aan het vloggen? Nou, weet jij het adres? Ja. Ja, ik, weet je wel. Ik ga auto rijden. Niet zeggen waar je gaat wonen. Dat weten ze toch. Ja, nee, niet het adres. Nou, jongens, ik ben in mijn nieuwe appartementje. Soraya is toevallig net even weg, want ze gaan even naar de stad. Ik vond het wel een mooi moment om even te laten zien om, waar ik ga wonen dit jaar. Ik kom niet echt helemaal aan mijn woorden, maar goed. Ja, ik sta nu in de woonkamer. Wacht even hoor. Nou ja, er staat al een tafel. Er moet nog een bank komen. Hier hebben we... Daar komt de tv, grotere dan die nog. Hier een kastje. Nou ja. Dit is nog heel leeg. Ja, er moeten gewoon nog dingen komen. Dus dat is helemaal leuk. Dan is hier de kamer van Soraya. Ik mag vast wel even laten zien. Hier. Hallo. Hier hebben we de keuken. Ook helemaal leuk. Dan hebben we hier de badkamer. Daar staat mama even. Wc. En dit is dan mijn kamer. Ik zal het heel even van de andere kant laten zien. Nou, dit is mijn kamer. Kamertje wel. Klein kamertje. Maar helemaal prima. Hier komen waarschijnlijk stangen met kleding. Ja. Het is nog heel leeg natuurlijk. Want ik ga pas over 3 weken verhuizen echt. Dit is mijn kamertje. En ik sta nu op mijn balkon. Ook fijn. Dus ja, ik ben er echt super blij mee. Echt heel erg chill. Hey, hallo allemaal. Ja, ik ga met haar samen wonen. Nou, het is toch niet te geloven? Het is niet te geloven. We zijn echt excited. Ja, helemaal leuk. Over 2 weken of zo ga ik verhuizen. Waarschijnlijk kom ik vaker in de vlogs. Ja, heel vaak. Elke week waarschijnlijk. En het douchegordijn valt. Je komt gewoon elke week in de vlog vanaf nu. Sowieso. Het is toch genieten? Ik heb gewoon een bonus erbij. Bij Pamela Cruz. Ja, we kunnen net zo goed Pamela Cruz en Soraya Gerrits noemen. Pam en Soy. Pam en Soy. Vaste vlog. Pam en Soy. Hoe ze week was. Ja. Zo, nou, we zitten weer in de auto en we gaan nu naar de IKEA, want ik heb nog wat dingen nodig. Gaan we nog even wat dingen inslaan. Gaan we naar huis. In bed. En ik ben moe. Mama heeft het nu ook eindelijk gezien. Vond je het leuk, man? Heel leuk. Ja, mama die vindt het, die heeft het goed gekeurd. Ja. Ja, ik was er natuurlijk al een paar keer geweest, want Soraya woonde daar het afgelopen jaar al met een andere huisgenoot. En ja, ik ben daar dus best wel vaak geweest, dus voor mij is het wat dat betreft niet nieuw. Maar het is toch anders als je daar binnen loopt en je weet, nu wordt het mijn huis. Ik ben er super blij mee en ik kan niet wachten tot ik het helemaal ga inrichten. Nog 3 weekjes ongeveer gaan we het inrichten. 2,5. Helemaal zin in. Kan iemand mij vertellen hoe mensen dit doen? Zo'n IKEA filmpje? Dat blijft toch nooit staan allemaal? Nee, ik wil ook zo'n hip IKEA filmpje. Het is ook een leuk denkbeetje. Oké. Ja, die is leuk. Die blauwe. De camera is leeg, dit helpt niet. Zo, ik ben weer thuis en ik heb wat leuke dingetjes bij de IKEA gekocht. Ik kan het alleen niet laten zien, want het ligt allemaal in de auto. En het blijft er ook allemaal, omdat ik het allemaal al heb opgeslagen om te verhuizen. Dus ja, maar je gaat de meeste items vast nog wel terugzien. En ik ben nu dus weer thuis. En mijn kamer is echt één grote rotzooi. Maar weet je, ik kan het allemaal accepteren, want ik ga toch verhuizen. En ik moet toch nog heel veel opruimen hier, dus... Whatever. Het mag lekker een rotzooi blijven. Ik vind het helemaal prima. Ja, dan ga ik straks weer naar bed. Lange dag gehad, dus ik vind het wel goed geweest. Maar goed, ja, dat. Morgen ga ik trouwens ook heel veel inpakken. Vrijdag ook. Omdat ik dinsdag natuurlijk op kamp ga. En die dag daarna, als ik terugkom, ga ik eigenlijk gelijk verhuizen. Dus meestal moet ik gewoon inpakken. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben al de hele dag bezig met dozen inpakken. Ik heb al heel veel van mijn kleding ingepakt, eigenlijk bijna alles. Dit deel gaat ook mee, maar ik ga nog op kamp. Dus dit heb ik opgehangen omdat ik dat waarschijnlijk wel mee wil nemen. Ik heb dus heel veel kleding ingepakt, ik heb schoenen ingepakt, ik heb mijn winterkleding al gepakt. Een deel ervan, niet alles, want ik ga niet al mijn dikste truien nu al meenemen. Want het is nog lang niet echt winter, maar het is wel misschien handig als ik al wel wat...
warmere dingen mee heb. Ook omdat ik dat dan niet allemaal in één keer mee hoef te showen als de winter eraan komt. Ik ben nog lang niet klaar volgens mij, maar ik heb alweer een deel ingepakt. En ik heb nu wel het, zeg maar, alles ingepakt waarvan ik iets heb van, hè, nu kan ik wel overleven in Tilburg. Dat is nu het belangrijkste. En ja, het vervelende is dat ik dus nog op kamp ga. En daardoor neem ik dus ook veel spullen mee op kamp. Die ik ook weer mee moet nemen naar Tilburg. Dus dat is best wel vervelend. Maar goed, komt allemaal goed. Ik heb net een pakketje binnengekregen van Shein. En ik heb een nieuw badpak aan. En ik ben er echt best wel heel erg blij mee. Hij moet alleen nog even wat strakker aan de achterkant. Hij zit nog niet helemaal goed. Maar ja, ik heb hem gewoon even snel aangetrokken. Ik zal hem even laten zien. Dit is het badpak. Ik vind hem echt heel erg leuk. Sowieso het printje vind ik heel erg leuk. En hij zit ook best wel goed. Hij zit wel echt alsnog aan de strakke kant, welke een L heb besteld. Maar goed, wat ik vooral belangrijk vind is dat mijn tieten er niet uitvallen. En volgens mij zitten mijn tieten er wel gewoon goed in. En ja, ik vind hem erg leuk. En dan heb ik ook nog dit leuke tuinjurkje van Shein. En ik moet zeggen dat ik hier minder enthousiast over ben. Ik vind hem wel leuk en ik ga hem ook zeker dragen. Want ja, het is wel gewoon een leuk ding. Alleen, kwaliteit is gewoon echt slecht. Het is echt super dun. Ik had het veel dikker verwacht. En ja, ik heb hem in een maat L ook besteld. En misschien had ik hem een maatje kleiner wel kunnen doen. Goed, met een dikke trui eronder en zo kan het dus nu wel. I don't know, ik ben niet mega enthousiast over deze, om eerlijk te zijn. Maar ik denk wel dat ik hem gewoon ga dragen. De linkjes van deze items staan zoals altijd in de beschrijving. Ik heb deze drie dozen dus vandaag ingepakt. En in de schuur staan ook nog vier van deze dozen. Dus best wel veel, maar ja, vrij logisch, hè. Ik heb gewoon heel veel spullen. En dat is ja, best vervelend, maar goed. Ik ga overal wel een plekje voor vinden. Ik heb op zich genoeg opbergruimte in mijn kamer, dus het moet allemaal goed komen. En anders, wat er niet past, gaat gewoon weer mee terug naar huis. Dus we gaan het zien. Good morning. We gaan even de ramen open doen. Ik leef echt al dagen in dit broekje en gewoon in mijn bralette, want het is gewoon nog steeds super warm. Ook hier binnen. En ik ben elke dag van alles aan het doen. En ik krijg er bloedheet van. Dus ik loop elke keer een beetje half naakt. Deels in mijn pyjama rond. Maar maakt niet uit. Vandaag moet ik vooral dingen regelen voor musical camp. Ik moet wat nummers nog even doornemen. Dat heb ik gisteren ook al gedaan trouwens. Ik moet bladmuziek uitprinten. En misschien dat ik vandaag alvast even begin met mijn weekvlog editen. Want die moet volgende week dinsdag, moet ik die natuurlijk wel geüpload hebben. In principe kan ik het binnen één dag editen hoor. Dus ik zou het ook dinsdag kunnen doen, maar kan ik vandaag alvast beginnen. En ja, ik ga nu zo meteen beginnen met even een nummertje boven op mijn keyboard voor te bereiden voor kamp. Ik ben een beetje naar kamp aan het toe leven. En dan daarna ga ik verhuizen en daar heb ik heel veel zin in. Ik ga morgen naar de Gay Pride. Daar heb ik ook heel veel zin in. Want ik ben daar gewoon nog nooit geweest. Omdat ik kon gewoon nooit. Of ik was op vakantie. Of ik kon gewoon niet. En eigenlijk kon ik gewoon nooit. En nu ga ik eindelijk een keer naar de Gay Pride. En daar heb ik heel veel zin in. Lijkt me echt super leuk. Dus ja, dat ga ik morgen doen. Maar goed, nu even naar boven, naar zolder, waar het waarschijnlijk lekker warm is. Even children asking questions makes me ask some questions too. Could we bend the laws of nature? Who will love me as I am? Who will ever call to say I love you? Send me flowers or a telegram. Who could proudly stand beside me? Who will love me as I am? Dat nummer wat ik dus net oefende, dat ga ik samen met Soraya zingen. Gewoon voor de lol. Niet voor iets per se. We nemen het mee naar kamp. Maar we wilden gewoon voor de lol wilden we dat gewoon graag doen. Maar ik heb dus de onderste stem. En die is echt best wel kut. Nou ja, ik ken hem nu bijna helemaal. Alleen het einde is nog best wel moeilijk. Ik hoop dat we het een beetje gaan kunnen. Want het lijkt me echt leuk. Maar ja. Ik heb het alweer lekker heet. Zit gewoon alweer zweet op mijn kin. Ongelooflijk. Good morning. Ik ben me aan het klaarmaken voor de Gay Pride. Of, nou ja, het heet eigenlijk de Pride tegenwoordig, hè. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ben zo benieuwd. Ik ben er dus gewoon nog nooit geweest. En ik weet niet. Ik ben gewoon echt benieuwd of ik het echt leuk ga vinden. Ik weet niet. Het lijkt me wel natuurlijk extra leuk als je op zo'n boot staat en zo. Maar ja, goed. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ga met wat mensen van de opleiding. En nu ben ik even een lookje in elkaar aan het flansen. Ten eerste, ik heb al heel lang geen make-up meer opgehad. Dus dat is wel even grappig om dat nu weer te doen. Ik heb hier een potje glitters. En die heb ik nog nooit gebruikt. Want ik heb nooit gelegenheid daarvoor.
En nu dacht ik, vandaag is zover. Ik weet alleen nog niet wat ik ermee ga doen. Het gaat sowieso op mijn oog kleuren. Maar ik wil misschien ook hier zo, weet je wel. Zo'n glitterlaag. Maar dan ik het echt ga verkloten. Maar op zo'n dag als vandaag mag je natuurlijk gewoon glitters op je kop gooien. Ik ga even mijn lookie afmaken. En dan zal ik het zo even laten zien aan jullie. Oké, mijn lookje is klaar. Die lippen zijn wel echt intens. Ik heb dus allemaal glitters op mijn ogen gepleurd. Het is niet echt zo heftig als ik het wilde, maar ik vind het wel prima. En ik heb knotjes in mijn haar. Dan heb ik dit shirtje aan van Ambika. Rokje ook van Ambika. Lekker panter op panter. Tasje van Primark. En ja, ik moet nog even wachten tot ik wegga. Het is 11 uur en ik neem 12 uur de trein. Dus... Ik ga weer onderweg naar huis. Het was echt super leuk, maar wel heel druk en heel warm. En daarom heb ik besloten om naar huis te gaan, want ik voelde me sowieso de hele dag gewoon niet super. Maar goed, dat vertel ik thuis wel even. Maar ja, lekker naar huis. Ik vind het wel jammer, want ik vond het wel heel leuk. Maar ja, het was me gewoon echt even te druk en te warm. En nou, ik leg het thuis wel even uit. Oké. Zo, nu ik weer lekker thuis ben, kan ik even rustig vertellen hoe het vandaag was. Ik vond het fucking leuk bij de Pride. Echt oprecht. Oké, nou, het was dus echt heel erg leuk bij de Pride. Maar het was gewoon echt heel druk, heel warm. Ik kon helemaal niks zien. En dat vond ik vooral heel erg vervelend. En daardoor waren we maar een beetje aan het rondslenteren door de stad. En het was oprecht heel gezellig, want ik was gewoon met hele leuke mensen. Maar... ik trok het op een gegeven moment gewoon niet meer. Ik was sowieso vandaag al best wel moe en niet heel erg lekker. Ik weet niet, ik voelde me gewoon niet op en top. Ik weet niet precies wat, maar ik voelde me gewoon een beetje bleh. En die warmte en die drukte maakte dat eigenlijk alleen maar erger. Ik vond het wel heel vervelend, want normaal heb ik helemaal niet zoveel moeite met die drukte. Maar ik heb me nu gewoon een beetje te veel. Maar ik vond het wel heel gezellig. Dus ik was een beetje zo van, ja, moet ik nou blijven? Moet ik naar huis gaan? En toen uiteindelijk ben ik toch maar naar huis gegaan, want... het was zo warm en ik kon op de een of andere manier kon ik me gewoon niet meer vermaken. Maar ik vind het nog steeds wel een beetje jammer of zo dat ik weg ben. Maar ik trok het gewoon niet. Het was zo warm. Het was gewoon meer een combinatie van de drukte en de warmte. En dat, daar ging ik gewoon niet heel goed op. Ik zie er prachtig uit. Dat is 1. 2. Ik heb gisteren niks gefilmd. Maar ik had gisteren gewoon even niet de behoefte om een vlogcamera mee te nemen. En om te filmen. Dat heb je wel eens. Dus ik heb gisteren mijn camera de hele dag thuis gelaten. Ik ben met Sabrina naar de bios geweest. Naar Mamma Mia. Dat was echt super leuk. Als je hem nog niet hebt gezien, ga erheen. Want het is echt een hele leuke film. Mama is ook geweest. Jij vond hem ook leuk, ja, hè, mam? Super leuk. Dat klinkt heel sarcastisch, maar hij is echt heel leuk. Ga er zeker heen als je hem nog niet hebt gezien. En nu ga ik deze vlog afsluiten. Zoals ik aan het begin van deze vlog al zei, komt er nu waarschijnlijk even een tijdje geen vlog. 1 of 2 weken. Daarna weer wel. Dus even een beetje geduld hebben en dan ben ik terug. Want ik ga op kamp. Super veel zin in. Daar ga ik sowieso vloggen, dus die vlog komt sowieso. Maar ik weet gewoon nog even niet wanneer. Volg me op Instagram, dan kan je daar even alles volgen wanneer alles online komt. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!